De tweede etappe van Antwerpen naar Rotterdam werd lang ingekleurd door deze Zuid-Afrikaan J. Robert Thompson. Hij bleef als enige vooruit van een groep van 5 vluchters. Maar uiteindelijk weet hij toch dat hij wordt ingerekend en lijkt het een massasprint te gaan worden. De treintjes worden geformeerd. Het treintje van Belkin, links van Lotto Belisol en ook van AG2R. Maar die kunnen staken wanneer er vele valpartijen zijn in de slotfase. In het midden van het beeld ook een valpartij en dan gaat het een massasprint worden. En dan zien we in het Belkin-shirt, het groene shirt, Theo Bos die al vroeg aangaat. En dan zien we dat Sinkeldam van Skill Shimano, dat die links probeert nog Bos van de overwinning af te houden. En dan wordt het toch Sinkeldam. Grijpel, de grote favoriet, wordt hier, zo zien we, uitgeschakeld wanneer hij tegen een auto klapt. Goed te zien van de camera van boven. Dat hij in ieder geval niet mee kan doen in die sprint. En in die sprint zien we dat Sinkeldam net eerder is dan Theo Bos. Sinkeldam wint de tweede etappe van Antwerpen naar Rotterdam. Maar Theo Bos wint het algemeen klassement. Hij werd gisteren derde in Antwerpen, nu tweede in Rotterdam. En wint de World Port Classic.